Het heeft, zei de koninklijke hoogheid, Willem-Alexander, behaagd om jou te benoemen en luister goed tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. En daar wil ik je graag de beste eerste voor uitstellen. Burgemeester Delissen heeft zondag John Grutters uit Maasbree benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde op het terrein van Jong Nederland Maasbree, waar hij sinds 1982 de functies als kampleider, bestuurslid, voorzitter en adviseur van het bestuur bekleedde bij zowel de plaatselijke als de Limburgse Jong Nederland. Zeker een verrassing, ik had het niet verwacht. Ik dacht het blijft lekker bij een stukje chocola, wat ook goed was geweest, maar dit is super. Want u dacht nog dat een heel andere reden was dat het hier gevierd zou worden? Ja, we hadden gewoon wat verzonnen. We hebben een kamptrein geopend hier. Of we hebben het eerste kamp op een kamptrein gehad, zo moet ik zeggen. En ik had vanmorgen al verteld, de blok bestaat vandaag 40 jaar. 40 jaar geleden geopend. Dus daar hebben we maar een feestje rondomheen gebouwd. Maar dat was mijn reden. Je hebt je ontwikkeld tot een voorvechter voor het methodisch jeugdwerk. En een rasorganisator en bestuurder met zeer vele kwaliteiten. Nou, hij heeft al heel lang gedaan en alles heel goed gedaan. Dus ik vind wel dat hij het wel verdiend heeft met alles wat hij voor ons heeft gedaan. En alle leuke activiteiten die we gisteren hebben meegemaakt en ook vandaag. Hier ligt mijn hart, hè. Niet alleen hier, maar hier ligt een stukje van mijn hart. En Jong Nederland is gewoon alles. En dat is het hem gewoon. Komt-ie. Nou, we geven de mensen van al die vrijwilligers, inclusief John. Voor het eerst werd er afgelopen weekend een kamp georganiseerd in de bossen bij Jong Nederland. Vorig jaar werd dit stuk officieel overgedragen aan Jong Nederland Maasbree. Dit is het eerste kamp waar je hier bij Jong Nederland kan overnachten in de bossen van Jong Nederland. Maar het zijn wel grote bossen en dan kan je ook daar heel leuke activiteiten doen. We hebben daar onze tent opgezet voor de eerste keer. We hebben al eerder tenten gestaan en ik had er in het verleden natuurlijk al eens een keer geslapen. Maar toen was ik nog zelf lid hier in de bossen. Maar nu is het een officieel kamptrein. En dat hebben we eigenlijk nou een beetje ingewijd. En we hebben gezien dat we daar met 130 man makkelijk terecht kunnen. We hebben naar een gekke professor heel veel proefjes konden we doen. En we hebben naar een roofvogelshow geluisterd en gekeken. Toen heb ik ook een vogel om arm gekregen of gehad. En ja, we hebben ook lekker gegeten. En we hebben gisteren ook geleerd hoe het is om gehandicapt te zijn. Je ziet dat de maatschappij een beetje verharden is en wij kunnen dat eigenlijk vooral op IJsselvliet, dat ene huis waar de burgemeester het over had, daar kunnen we dat een heel stuk proberen weer wat, het leven wat vrolijker te maken. Als ik kijk naar de gezinsweken die we daar organiseren met ernstig zieke kinderen, dan zeg ik altijd op het eind van de week, dan zeg ik altijd tegen de mensen van ik hoop dat u dit weer genoeg energie geeft voor een jaar door te gaan. En mensen hebben het altijd moeilijk. En als wij ze het een stukje makkelijker kunnen maken, doen we dat graag. Want Grutters is naast Jong Nederland ook actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis, het Zorghotel IJsselvliet in Wezep, het Dorpsoverleg Maasbree en hij is medeoprichter en bestuurslid van Herberg Papilio. Deze stichting biedt vakanties aan gezinnen waarvan een kind is overleden. Ja, er zijn clubs genoeg waar ik nog mee bezig ben. Dus het Rode Kruis, bij IJsselvliet, Stichting Happy Holiday, Stichting Herberg Papilio, Jong Nederland Limburg. Dus er is nog genoeg te doen.